Ik zou zo graag over iets anders willen schrijven dan vrouw en seksualiteit. Ik heb genoeg van seks. Alles draait om seks. Seks komt aan mijn neus uit. Nou, dat is anders wel een thema wat heel sterk leeft, hoor. En je hoeft er nog maar één. Wat was het ook alweer? Nou, vrouwenfantasie. Nou, geweldig. Nee, als jij straks even de boodschappen wil doen, ik moet vanmiddag echt aan de administratie van de stichting. Ik loop hopeloos achter. Kan ik daarna niet iets schrijven over iets wat mij zelf interesseert? Nou, Sonja, neem me niet kwalijk, maar na die 6 artikelen die je hebt geschreven, kan je mij niet wijsmaken dat seks jou niet interesseert. Had je iets bedacht dan? Ach, Louisa, how is your son? Did you send him the shoes? Oh. Yes, he likes them. He goes to school now for the first time. Big boy. Oh, I'm sorry, I can't talk now. I have to do administration. Walgelijk! Ik kan niet geloven dat ik dit doe. Maar het is toch haar eigen schuld, hoor. Ergens, vind ik. Ja, toch? Zeg ik het altijd of zo? Ja. Excuse me, madam. They killed my brother. They beat me, they burned me. They tried to kill me. Nelly, koffie voor deze meneer. Oh, jongens, lief zijn. Lief zijn voor deze meneer. Denk erom. Sit down. Yes. I have to go. Do the paperwork. Ja, ik zou graag iets willen schrijven over wat vrouwen echt willen. Ik dacht aan een stuk over mij en mijn zussen. Wanda? Wat? Oh, Mas, dat is helemaal te gek. Galerie X-Arts heeft me uitgenodigd. Ja, ik kom naar je toe. Ja, nu meteen. Hi. Hi. Hoe ging het? Goed. Even mee, ze zit op me te wachten. Ik mag mijn eigen stuk schrijven. Nee, heel goed. Alleen het laatste artikel nog. Dat rammel ik er in de middag voor je uit. Mijn eigen stuk gaat over ons, zussen. Over Wanda en Michelle en mij. Maar Wanda heeft een galerie gevonden. Ik bedoel, goede publiciteit voor haar als jij dat artikel schrijft. Hoe weet jij dat? Wat? Hoe ze beelden? Sinds wanneer belt Wanda mij? Vriend, wat? Dan moet ze wel heel erg blij zijn geweest. Ik wou nog even naar mama toe om wat foto's uit te zoeken voor het artikel. Hou jij Lizzie van de kreeg? Droge wijn, ongeveer 1,5 glas erbij. Verhalen, gewoon meteen deksel erop en laten blussen. Serveer het best in een diep bord dat de witte wijn met de paprika en de look en de uitjes lekkere saus hebben gevormd. Voilà! Dit was Felix Delicious. Tot volgende week. Als ook jij thuis hier bij mij in het proefpanel wil, dat kan. Bel op 0300 3434. Hasta la pasta. Hasta la pasta. Wist jij dat hij een televisieshow had? Nee. Ik kijk er altijd naar. Hij is nog steeds enig. En hoe is het met Hugo? Begint hij er al moe van te worden? Waarvan? Waarvan? Goed, maar dan niet naar mijn dood zeggen dat je er met mij niet over kon praten. Zeg, ik heb een leuk nieuwtje. Nino gaat trouwen. Nino? Wanneer? Met wie? Met, Gatje, wat was het ook weer? Met Bo. Bo, maar wie? Een enig meisje. Een meisje? Heel ondernemend ding. Nino kwam er hier voorstellen. Oh, het is weer niet goed.
Ik vraag me wel eens af waarom ik dan van die tobberige dochters heb. Wanda, die denkt dat ze een ongelukkige jeugd heeft gehad. Michelle met haar wereldleed. Jij die als schrijvend jezelf probeert te ontdekken. Terwijl je zo'n leuke baan houdt. Het is allemaal zo wit. Mama, wanneer gaat Nino trouwen? Wat was het ook weer? Over 3 weken of zo. Ik heb hier ergens een brief liggen. Maar dat kan niet, dat is een ramp. Hallo, met Sonja. Is Michelle thuis? Nelly, je moet haar storen. Zeg maar tegen haar dat Nino gaat trouwen. Nino, ja. Ja, onze broer. En dat ik er nu aankom. Ik snap jou niet. Jij weet toch wat dat betekent? Neem niet kwalijk, maar ik begrijp de paniek niet helemaal. Jullie zijn de laatste 10 jaar niet in Parijs al geweest. Die foto's. God. En die dozen kun je meenemen. Sta hier toch maar in de weg. Wanda? Ja, je moet nu naar Michelle komen. Nino gaat trouwen. Wanda, daar klopt toch helemaal niks van? Tuurlijk klopt er niks van. Om Nino is een nicht als een huis, hè? Dat weten we allemaal. Homo's trouwen net zo goed als gewone mensen. Ja, maar niet met vrouwen. Is Michelle en madame, I no understand. You write this in this column. Hey. Gefeliciteerd. Met wat? Nou, met je expositie. Hugo vertelde het. In this column. Everything down there. Yes, okay? Da. €15:30, huis Michelle. Oeh, doe je dat nou nog steeds? Ja, je bakt toch ook nog steeds onbespoten appeltaart? Nou, lees voor. Het is anders wel bewezen dat kinderen die bespoten groente en fruit eten een leerachterstand krijgen. Maar goed, je leeft alleen maar voor jezelf en voor je kunst, dus dat zal je wel niet interesseren. Voor mezelf? Kunst is het geweten van de samenleving, hè? Daarom zie ik af van een gezin en huiselijk geluk met appeltaart. Ik weet niet of je nu misschien oorzaak en gevolg een beetje door elkaar haalt, lieverd. Nou, weet je wat? Kunnen we nou niet eens 1 keer zonder ruzie iets bespreken? Die brief is toch veel belangrijker nu? Ik bedoel, ja, toch? Goed. Ik zou voor de zoveelste keer in mijn leven wel weer de oudste en de verstandigste zijn. Beste mama. Hierbij laat ik je weten dat ik over een maand op vrijdag 12 februari ga trouwen met mijn vriendin. Mijn vriendin? Zoals je weet is dat vlak voor mijn 33ste verjaardag. Bo en ik hebben besloten... Bo? Ja, Bo. En ik hebben besloten ons huwelijk in Portugal te vieren. Een geniepige klootzak! We zijn het kwijt. Wat een kutstreek! Papa heeft dat testament gemaakt, hij toch niet? Het is vast niet zijn bedoeling om het van... Sonja, doe niet zo naïef. Geen grotere nicht als Nino en 2 weken voor zijn verjaardag trouwt hij. Met een vrouw. Zou het leuk vinden als jullie allemaal voor de huwelijksplechtigheid naar Paraíso komen. Groet Nino. PS, vertel jij het mijn lieve zusters. Dit mag echt niet. Dit mag niet. Klootzak, nou dan kent hij zijn zuster nog niet. Hij krijgt Paraíso niet. Klaar! Ik vind dit vreemd, hoor. Ik vind dit heel vreemd. Om opeens zo'n grote beslissing in zijn eentje te nemen. Zonder ons. Nee, dit is mijn oude jurk. Hoe komen jullie daar nou aan? Die hebben zo even de doos in de garage gehad, denk ik. En vraag jij niet eerst of ik die jurk wel kwijt wil? Ik heb daar mijn halve middelbare schooltijd in rondgelopen. Ja, maar jij zal hem wel gegeven hebben voor de stichting. Nee, niet dus. Dat was mijn lievelingsjurk. Jongens, hoe komen jullie aan die jurk? Laat die kinderen toch! Nou zeg. Nou, stop hem maar in de verkleedkist dan. Ik ga een fles port opentrekken. Dat heb ik nodig. Dat ben jij, Sonja. Goeie. Oh, wat was er nog een lievertje toen. Die Nino. Wat hebben we met hem gesold, vreselijk. Hé, hey, dit is papa. Goh, dat is Nino met... Felix. Felix. Ja. Ik zag hem laatst nog op televisie. God, wat is die jongen saai geworden, zeg. Dat programma van hem. Intens burgerlijk.
Daar heb ik nou echt niks mee met die Felix. Nee? Nee. Ik heb ook nooit gevonden dat die manier nog paste. Wanda, jij hebt toen toch ook wat met hem gehad? Nee, dat was Sonja. Oh god, ja. Hij heeft me nog ontmaagd, geloof ik. Alsof je niet meer weet wie je ontmaagd bent. Wij gaan morgen naar hem toe. Meteen morgen vroeg. En dan praten we het hem uit zijn hoofd. Laten we één ding afspreken. We geven Paraiso niet op. Nooit. Nou, dus ik zeg bijvoorbeeld raam, hè? Ik noem maar wat. En dan zeg jij vrijheid. Hè? Dat is maar een voorbeeldje. Ja, precies. Zo reageren dus de meeste mensen als ik ze uitleg. Maar als ze er dan eenmaal doorheen zijn... Echt. En ik moet zeggen dat het voor mij heel goed werkt. Partners die geven vaak tegengestelde antwoorden. Het is heel interessant. Ja, ik ben geïnteresseerd in mensen. Vandaar. Maar ja, ik ben ook een beetje een rare eigenheimer. Die ons op de deelraad. We doen er een aantal snel achter elkaar. Let op, Nino. Komt-ie. Vuur. Pijn. Ja, ik heb hem een keer vreselijk gebrand toen ik een jongetje was aan de barbecue. Vader kwaad natuurlijk. Moeder? Weet ik veel. Bleekmiddel? Vrouw? Droom? Oh, dat is mooi. Mag ik al komen? Ja, bijna. Geld? Verlossing? Ja, ik zeg maar wat. Ik weet het niet. Ton, die toespraak. Ik zou liever willen dat die niet zo uitgebreid werd. Dus niet over jeugd, families, al die toestanden. Ja, Bo en ik gaan trouwen. Dat is het. Klaar. Is dat de bel? Ik doe wel open. Hé, wat is dat nou? Zomaar ineens gaan trouwen zonder het aan je oudste zus te vertellen? Dat mag je niemand doen. Vroeger wilde jij nooit trouwen. En terecht trouwens. Als je mij nou nog had gebeld met Nick. Nou, dit is wel wat anders dan de Van Lennepstraat, zeg. Is dit een echte gispe? Nee, is een poulain. Van het Hoog? Wat is er met jou gebeurd? Oh god, sorry, je bezoek. Sorry. Ik ben Michelle. Sonja en Wanda, we zijn de zussen van Nino, maar dat had u waarschijnlijk al wel begrepen. Aangenaam, Ton Verburg, ambtenaar van de burgerlijke stand. Ja, we waren juist bezig met het voorbereid gesprek. Och, sorry, we komen ook zomaar onaangekondigd. Ja, dat denk je niet bij, hè, bij familie, dat je eerst moet bellen. Nee. Zeg, is ze er niet, Mo? Bo. Jawel. Ja, nou ben ik aan de beurt, hoor. Hé, hey, wat leuk. Wat is er? Is het zo erg? Hallo, jij bent Wanda, toch? Sonja. Oh, Sonja. Sorry. Hallo. Hallo. En jij bent Michelle, de oudste. Oh, ja, dat kun je wel zien. En dan ben jij dus Wanda. Ja, precies. Hi. Hi. Ja, we hadden al veel eerder een afspraak willen maken, maar het is allemaal zo hectisch met het huwelijk. Goh, wat heerlijk om jullie eindelijk te zien. Wat leuk, zo'n mooie vriendin. Waar kennen jullie elkaar eigenlijk van? Van het restaurant. Wij houden allebei van heel lekker en heel veel eten. Ja, dat kan je wel aan me zien, of niet? Wat moet iemand zoals jij nou met ons kneusje? Oeh, vroeger kon hij nog wel tegen een geintje. We vergeten altijd weer hoe kwetsbaar die is. Zal ik? Nee, laat mij maar even. Jullie hebben echt een geweldige broer. En dat kwetsbare, dat vind ik dan juist zo leuk aan hem. Ik ken echt niemand die vrouwen zo goed aanvoelt als hij. We zullen het maar eerlijk zeggen, hoor. Maar dit overhaaste huwelijk, dat bevalt ons helemaal niet. Ons broertje heeft er al vaker domme dingen gedaan. En het zal niet de eerste keer zijn dat hij onschuldige mensen in het ongeluk stort. Nou, dat is een beetje... Zonder hoeven we niet omheen te draaien. Dat is gewoon zo. Hij heeft in elk geval nog nooit eerder een relatie met een vrouw gehad. Dat is zeker. Kijk, als het nu echte liefde is, dan willen we natuurlijk niets liever dan ons broertje gelukkig zien. Maar we zullen het maar zeggen zoals het is. Nino, die is van de verkeerde kant. Mag ik even braken? Heb ik het weer verkeerd gezegd? Ah, Nino is homofiel, al jaren. Maar we weten eigenlijk niet of Bo dat wel weet. Misschien is hij wel bi, maar Bo... Kijk, ik weet niet of het u wat uitmaakt. We zagen er heel gelukkig uit. Zo. Misschien denkt u wel, wat heb ik daarmee te maken als die twee willen trouwen? Dan is het u vraagt, wij trouwen. Wat maakt het uit? Eén op de drie huwelijken, dat stand sowieso. Nee, natuurlijk niet. Beloof je hem dat we trouwen?
Wat er ook gebeurt? Met trouwen. Beloof het. Wat zit er toch in die kop van jou? Kneusje. Dat hoeft niet, zeg maar niks. Met trouwen, ik beloof het. Ik kom alleen maar even zeggen dat we weer gaan. Sorry hè, dat we zo ongelegen kwamen. Sorry voor de bemoeizucht. Michelle en Sonja zijn vreselijk, echt waar. Ja, maar dat geeft toch helemaal niks? Ik ben zo blij dat ik jullie eindelijk heb ontmoet. Ik heb er opeens 3 zussen bij. Leuk jou ontmoet te hebben. Misschien kunnen we samen een keer iets gaan eten of zo. Of iets drinken. We moeten Nino maar even bellen. Oké? Ik begrijp jou echt niet. Echt niet. Sorry, het vlakte eruit. Ik heb Nina nog nooit zo gelukkig gezien. Ze waren zo lief samen, echt. Lief? Ze is alleen maar op zijn geld uit, dat weten we toch? Maar ik weet niet of zij wel weet dat hij homo is. Misschien is het andersom. Gebruikt hij haar? Ik zal wel met haar gaan praten. Ik ken Nino toch het beste van ons drieën. Laat mij het vuile werk maar opknappen. Ik vind het toch zielig voor haar. Ja, maar later als ze een gewone lieve man heeft en kinderen, dan zal ze ons dankbaar zijn. Oh! Het is 5 voor. Shit, moet ik rennen. Ik zal het bijna straks! Staat zij daar opeens midden in die kamer? Maar als je als beginnend kunstenaar met 1 iemand geen ruzie moet krijgen, is zij het dus. Ze schrijft in 4 bladen, ze doet alle beginnende kunstenaars. En ze was geloof ik ook nog de minnares van... hoe heet die? Van het Stedelijk. De Vos. Nou ja, kan je wel nagaan. Die kan mijn carrière maken of breken. Oh, sorry. Hoe was je week? Heb je Hugo nog gezien? Ja, nou en? Ik heb het nu over iets belangrijkers. En, hoe voelde je je daarna? Oh... Nou, heerlijk, moe, maar voldaan, helemaal niet schuldig. Slecht, hè? Dat wil je mij niet zeggen. Nee, jij vindt alles best. Ik doe het met de man van mijn zus. Ze hebben samen een schattig dochtertje en jij vindt best. Wat doe je eigenlijk als er een seriemoordenaar voor je neus staat? Is jouw verhouding met Hugo een wraakoefening? Wraak of wie? Dat weet ik niet. Dat zijn soms onbewuste processen. Houd toch op met die onzin. Wil je er niet over praten? Nee, dat zeg ik toch? Je moet eens naar mensen leren luisteren. Ik wil het over Bo hebben. Over mijn toekomst. Ik moet haar te vriend houden, zeker tot de opening. En Pariso wil ik ook hebben. Je hebt toch ook nog 2 zussen? Ja, die hoeven het niet. Die hebben het aan mij afgestaan. Kan ik nog een studio krijgen? Ga ik een eigen label beginnen? Tuurlijk, we hebben minstens 20 kamers, joh. Hotel Galerie Paraiso. We maken er een hele exclusieve club van. Wanda Warhol and Friends. Natuurlijk krijg ik het als Nino niet trouwt. Ik ben de oudste. Ik heb me altijd voor iedereen opgeofferd. Nooit meer gezeur van patiënten aan je hoofd. Nooit meer om 7 uur op. Alleen maar het geluid van de zee. We volgen het ritme van de natuur. We geven Lizzie zelf les. We schrijven gewoon onze artikelen daar. Ver weg van iedereen. Alleen wij 3'tjes. Niemand anders. Zelfs niet 1 klein kamermeisje. Nee. Pijn? Mm-hmm. Ja. Ja. En wanneer heb je precies last? Ja, bij plassen en na het neuken. Mm. Ook, soms ook zomaar. Mm. Nou, trek je broek maar weer aan. Als je moet plassen, is het een stevige straal? Of zijn het druppels? Druppels. Zeg het maar, je hoeft me niet te sparen. Hoe lang heb ik nog? Nou, dat is helemaal geen reden voor ongerustheid. Oh. Of zou je toch voor de zekerheid even doorsturen naar de specialist voor het foto's? Heb je... Leidt je seksleven eronder, of? Nee, niet echt.
Hm. Altijd hetzelfde met jullie eeuwige bemoeizucht. Omdat jullie niks beters te doen hebben. Dat is niet waar. Wij zijn gewoon bezorgd. Ach, houd toch op. Ja. Michel heeft een compleet leger in dienst. Ja, dat wij maar werken, hè? De kut, mijn eerste natte droom. Allemaal gedirigeerd door mijn eigen zussen. En als ik dan eindelijk voor het eerst in mijn leven zelf een beslissing neem, proberen jullie daar weer tussen te komen. Ik haat jullie. Zodra ik getrouwd ben en verkoop ik Paris, het maakt me niet uit aan wie. Ik zal blij zijn als ik er vanaf ben. Verkopen? Maar Nino, ik verbied het je. Verkopen? Wat er niet moet. Ze moet het Bo gaan vertellen, want dat is onze enige kans. Ik moet nu naar Wanda toe. Ik kan wel even bij haar langs, hoor. Dus toch op weg naar huis. Oh, zou je dat willen doen voor mij? Doe de groetjes aan papa. Groetjes aan papa. Ja. Inspreken naar de pieptoon. Jammer dat je niet thuis bent. Ik kwam namens Michel. Nino heeft al zojuist verteld dat hij Paraiso gaat verkopen. En dat moet jij met je charme en je overredingskracht voorkomen. Dag, schoonzusje. Denk jij dat boot weet? Dat kan toch niet anders? Ik ben bij Jan geweest. Hij stuurt me door naar het specialist. Of Nino is wel bi. We kennen hem eigenlijk helemaal niet. Misschien halen ze alles al weg. Daar zou ik over moeten schrijven dat je je familie niet kent. Luister nou even naar me, ja? Misschien halen ze de halve van ballen van het hele zaakje weg. Die man neemt een foto. Voor de zekerheid. Verder niks. En dan ga jij bij me weg. Dat voel ik gewoon. Hou op! Een leven met dildo's en vibrators. Zie jij dat voor je? Jij? Ik wil er niks meer over horen. Je bent pathetisch en kleinzielig. En jij bent hard en gevoelig. Mm-hmm. Je hoeft godverdomme alleen maar even te zeggen dat ik me geen zorgen hoef te maken. Is dat nou te veel gevraagd? Ik ga dood. Het is een beetje een gok natuurlijk, maar van wat ik van je heb gezien, geloof ik best dat je iets te vertellen hebt. En? Happy met de ruimte? Ja, ja. Ik denk wel dat dat gaat lukken. Ik vind het echt heel aardig van je dat je me deze kans geeft. Wat? Oh ja, ik vroeg me af, misschien... We moeten niet vergeten Bo Mendes op de gastenlijst te zetten. Bootje? Die komt toch altijd? Wat? Dat is goed geluid hier. Dat klinkt goed. Ik ben vertrokken naar Soudaan, naar twee weeshuizen. Oh ja,
En, dit zijn medicijnen. Die hebben we allemaal via bemiddeling door Jan van verschillende ziekenhuizen gekregen. Ga je ook foto's maken? Je moet er wel bij zetten dat dat allemaal vrijwilligerswerk is. Hè? Iedereen doet het belangeloos. Hoe hebben jij en Jan het in bed? Ja, ik dacht voor de afwisseling. Kijk, zo'n stuk gaat natuurlijk niet alleen maar over... Ga jij mij maar informeren naar mijn seksleven? Nou ja... Wat vreselijk banaal. Wat Jan en ik samen hebben, daar heeft niemand wat mee te maken. Al deden we het nooit. Nou, dat interview, dat kan je nog niet hoor, Son. Begrijp niet dat Wanda niet belt. Hugo is er bij de langs geweest. Michel? Kan ik zo lang even bij jullie blijven? Even de hele eruit gegooid. Natuurlijk, Doreen. Oh, hé. Hey. Zolang je maar wilt, hoor. Oh, wat vreselijk dit, hé. Hey. Oh, kom. Hé, hey, dan maakt Nelly wat te eten voor jullie, hè. Ja, hey. Je kan echt zo lang blijven als je maar wilt. Maak je daarover geen zorgen, hè. Dan ga ik maar weer aan het werk, hè. Hey. Hey. Luister, Doreen. Je moet me straks alles vertellen, hoor. Maar ik moet heel even eerst dringend mijn zus bellen. Ja. Ja. Lieve, het is niet alleen maar koekoek eten, hè? Louisa, you should try. Oh, yes, this is really Nu. Wat is dit allemaal, dat trouwen? Ik bedoel, een jaar geleden hadden jullie nog dat restaurantje op Ibiza. Weet Felix dit? Het is uit. En wat ik verder met mijn leven doe, daar heeft hij niks mee te maken. Maar waar ben je mee bezig? Iedereen kan van een kilometer afstand zien dat je nicht bent, alleen Bo blijft. Ik ben geen nicht. Ik ben geen nicht. Nooit geweest. Nou. Dat je opeens op vrouwen valt, geloof ik ook niet. En dan nog, trouwen. Dat doen alleen homo's. Wat is er aan de hand? Heb je schulden? Ben je aan de kook? Kan mij toch wel vertellen? Ik heb geld nodig. Ik heb heel veel geld nodig. Ik verkoop Paraiso, punt uit. Maar waarvoor dan? Je kan mij toch wel vertrouwen? Oh ja? Dat is nou heel gek. Ik kan me iets herinneren. Dat is heel lang geleden. En jij zou het niet tegen mama en papa vertellen. Hé, hey, wat leuk. Ben jij er ook? Even Nino dag zeggen. Ja, hi. Lief. Moet je gelijk weer weg of heb je nog tijd voor een drankje? Ja, leuk. Nino, geef eens wat te drinken. Witte wijn? Ja, graag. Ik heb gisteren het artikel van jou gelezen over de nieuwe truttigheid. Nou, dat was uit mijn hart gegrepen. Weet jij dat ik een opening heb bij X-Arts eind volgende week? Oh. Ik heb je op de mailinglijst laten zetten. Oh, leuk. Oh, lekker, dankjewel. Waarom gaan we niet uit straks, als jij klaar bent met werken? Gaan we met z'n drieën naar de Easy. Daar ga ik altijd heen als ik even lekker op mijn dak wil gaan. De Easy? Er is toch helemaal niks meer aan de laatste tijd? Nee, inderdaad. Het laatste is niet zoveel aan, ja. Hé, maar ik heb voor vanavond uitnodigingen voor Joop en Rex. Joop en Rex? Joop en Rex. Hé, we hebben zo druk, joh. Zijn er tekeningen gemaakt voor de renovatie? En als we er een halve ton in investeren, dan kunnen we er zo 2 ton uitslepen. Dus jullie gaan echt verkopen? Ja, ik heb er helemaal niks mee eerlijk gezegd. Ik snap niet dat jouw familie het dan niet veel eerder heeft verkocht. Ik bedoel, het is zo groot. Moet je met al die ruimte? Hé, hey, Joop! Hallo. 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 Hoi. Zullen we gaan? Ik heb het eigenlijk wel gezien. Ja, ik vind er eigenlijk ook helemaal niet zoveel aan vanavond. Ga je mee of blijf je nog? Nog even! Oké, nou, dan zien we je in ieder geval wel op de opening. Spannend dan. Dag zusje. Niet veel drinken, hè? Misschien
Kan ik je misschien nog helpen? Weet je, trouwjurk of zo? Oh nee, dat is echt heel aardig van je, maar dat hoeft echt niet. Ik heb een heel leuk jurkje gekocht bij Dries en dat past precies. Er hoeft niks meer aan te gebeuren. Wat heerlijk om zo'n perfect figuur te hebben! Ik voor dat artikel van jou, hoor. Ik moet wel een beetje inspiratie opdoen. Ik wil dat niet. Ik kan dat niet. Als het met mij niet genoeg is, dan zoek je maar een ander. Ik wil alleen maar dat je nog meer geniet. Ik geniet niet van de crèchejuf. Waarom de crèchejuf? Waarom niet een man? Waarom niet, Jan? Jan? Is waar, hè? Ja. Hoe kom je daar nou eens bij? Jan, die stijve hark? Nou, kan ik me nog helemaal niks bij voorstellen. Ik ben één keer in mijn leven echt verliefd geweest. Felix heette die. Maar toen is mijn jongste zuster met het bed in gedoken. Ik was echt helemaal kapot. En ik denk dat ik daar definitief al het vertrouwen ben kwijtgeraakt. Hoe heet je? Dieter. Dieter, ik heb je sperma nodig. Het is niet voor een baby, hè? Echt niet. Ik haat baby's. Mijn zuster heeft een baby. Als je ziet hoe die is afgetakeld de laatste 2 jaar. Maar mijn lijf geen baby's. Ik hoef alleen maar je sperma. Het hoeft niet veel te zijn, hoor. Klein beetje is al genoeg. Het is voor een expositie. Nee, ik moet gaan. En ik moet de bus van 2:30 halen. Anders mis ik mijn aansluiting. En niks is zo erg als geen aansluiting hebben. Precies. Dieter, ik weet er alles van. Maar je moet van de nood een deugd maken. Geef niet. Ik vind wel iemand. Ik weet dat ik je niet mag bellen, maar ik mis je opeens zo. My sister, if you could sing at her exhibition, it's okay. Oh, thank you, Miss Michelle. Ik begrijp Wanda niet, hè? Ik wil niks meer van ze laten horen. Ja. Lekker. Speciaal nee, Jan. Goedemorgen. God, ik heb echt vreselijk gedroomd. Dat Evert me met een bijl achter me aan zat. Net als in die film met, kom hoe heet. Jan, de telefoonrekening. 2200 gulden. Hoeveel? 2200. Maar dat moet toch een vergissing zijn? Dat kan toch niet? Oh, ik denk het niet, hoor. Nee, maar dit kan toch niet? Zeg, zit die Evert van jou nog steeds in Londen? Ah, Jan, dat is gemeen. Jij weet heel goed dat Evert nooit in Londen heeft gezeten. Nou ja, dan hebben we nog een Zuid-Afrikaanse au pair, een Braziliaanse werkster, een Kosovaarse tuinman, een stuk of 3 Aziatische pleegkinderen. Ja, ik zeg maar wat, hè. In plaats van dat jij Michel steunt. Maar nee hoor, als er problemen zijn, dan zijn jullie mannen altijd meteen verdwenen. Hè? Laf zijn jullie. Het is overbelast, echt. Het is tegenwoordig zo zwaar om huisarts te zijn, echt. We moeten echt weg hier. We hebben rust nodig, het is... Oh, ik hoop maar zo dat het Wanda gelukt is. Kun je echt niet mee? Nee, ik moet naar Michel. Wanda laat het gewoon afweten. Ik dacht dat jij er nog had gesproken, trouwens. Nou, dan ga ik maar. Ja. Dag. Dag. Dag.
Ach. Ja, oh. Dat is weer gebeurd. Hebben jullie die oude jurk nog, die jullie laatst hadden gevonden? Die gebloemde, bedoel je die van jou was? Ja. Gok eens niet dat je er zo gehecht aan was. Ik heb hem in de was gedaan. Als hij niet in de machine zit, moet je maar even in de wasmand kijken. Hij zat onder de vlekken. De kinderen hebben hem aangehaald bij papier-mâché'en. Het is niet gelukt. Wat heb je dan... Het is een heel ingewikkeld verhaal. Ze werd heel emotioneel. Ik heb de hele nacht op erin gepraat. Maar weet ze dat... Ze wil het niet weten. Totaal verblind door liefde. Wat heb je haar precies gezegd? Oh, vertrouw je me niet? Want dat zegt ze toch niet? Het is niet gelukt. Klaar. Ik zou jou wel eens willen zien in zo'n situatie. We moeten wat anders verzinnen. Echt, we moeten echt iets. Luister, ik zal het maar zeggen. Ik moet met Jan en de kinderen in Portugal gaan wonen. Het gaat niet langer. We hebben rust nodig. We gaan er aan onderdoor. Jan en jij? Ja. Wat krijgen we nou? Het is ook van mij, hoor. Misschien heb ik het wel veel harder nodig dan jij. Mijn psychiater... Dat vind ik nou zo raar van je. Echt, als je jouw leven vergelijkt met het onze. Ik heb wel 5 kinderen op te voeden, hoor. Oh, zijn de kinderen weer belangrijker dan de kunst? Hè? Ik heb jou toch niet gevraagd om buiten je 15 foster parents kinderen ook nog de halve derde wereld te adopteren? Wat gemeen. Slachtoffergedoe van jou, dat hangt me zo de keel uit. We hebben gedaan wat we konden, het is niet gelukt. Klaar. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Ik heb mijn opening over 3 dagen. Gezeik. Kan jij niet met Nino gaan praten? Zonne was altijd zo dol op jou. Ik heb er geen zin meer in. Waarom laten we hem niet gewoon gelukkig worden met Bo daar in Portugal? Wij willen ook gelukkig worden! Hoe kan je dat nou zeggen? We kunnen ons toch niet zomaar Parijs zo laten afnemen? Als wij niks doen, dan krijgen we het geen van 3. We moeten wat... Hugo. Wij zetten Hugo op Bo. Hugo? Mijn Hugo? Ja, jouw Hugo, ja. Hugo die versiert Bo en die drijft een wieg tussen die 2. Dat kan niet, Hugo. Dat weet je net zo goed als ik. Maar kom op toe, Sonny. We kunnen toch met hem afspreken hoe ver die mag gaan? Oké. Say you stand by your man. Tell me something I don't understand. You said you love me, and that's a fact. And then you left me, said you felt trapped. Well, some things you can explain away, but the heart aches with me till this day. Did you stand by me? Stand by me. No way. All the times that we were close, I remember these things the most. I've seen all my dreams come tumbling down. I can't be happy without you around. So alone I keep the wolves at bay. Even wachten maar. Ik moet even gewoon verf, hoor. Maar erg is dat niet. You didn't stand by me. No, not at all. You didn't stand by me. No way. You didn't stand by me. No, not at all. You didn't stand by me. No way. You must explain.
Pretty. Hey, en jij? Ik schrijf ook. Oh? Columns. Mm-hmm. Af en toe een artikel. Op het moment schrijf ik een stuk voor vrouw van nu. Over fantasieën. Seksen. God, wat doorzichtig, zeg. Weet je wat ik zo vervelend vind aan mannen van jouw leeftijd? Mm-hmm. Nou, die zijn zo aanmächtig bezig te bewijzen dat ze nog meetellen. Oh ja. Nou, ik wil het ook wel met je hebben over die cruciale alinea in het verdrag van Yalta, waardoor die geallieerden gedwongen waren. Seksenoorlog. Zijn toevallig wel de belangrijkste thema's in het leven, toch? Dat vind jij seks niet belangrijk? Nee. Meen je dat? Jezus, nee. Je lijkt mijn ex wel. Die is ook zo gefixeerd. Hé, hey, ik ben echt niet van plan om met jou naar bed te gaan, hoor, als je dat soms denkt. Oh, dat was anders wel de bedoeling. Ja, ik bedoel, denk je dat ik hier van mijn lol zit of zo? Ik ben ook maar gestuurd door die drie aanstaande schoonzussen van je. Nou, ze kunnen niet zeggen dat ik het niet geprobeerd heb. Zeg, ik heb meer te doen. Dag. Ik vind het wel te leren, hè, dat fantaseren. Hoe was het met Bo? Oh, het ging wel. Is er gevallen voor je charmers? Is er iets? Droeg ik toen ik 15 was. Een heel braaf schoolmeisje was ik. En niet altijd, hoor. Auw. Oh, Sonja, het gaat even niet. Ik heb pijn daar. Ik wil graag eerst even de uitslag afwachten. Hè? Maar ik niet. Hoe komt het dat je het nu opeens wel kan? Je moet je gewoon laten inspireren door anderen. Dat doe jij toch ook altijd? Wat denk je nu aan hoe je mij ziet in die jurk? Nou, gewoon aan jou in die jurk, verder niks. Sonja, laten we... Ja. Helemaal vergeten. Ik moet Lizzie van de crèche halen. Of wil jij dat doen? Is even iemand laten proeven? Is even proeven? Nee. Dat is mijn oma. Zo, wat is van? Mam, oma op tv. Man. Mam? Thomas, tu connais Sonia, et où sont les assis? Cantant des chansons, para quem ama. Vreselijk die muziek, hè? Het is de werkste van mijn zus. Hey. Oh. De muziek is zo afgelopen, hoor. Hey, Esther! En, hoe ging het? Goed. Ja, ze lag aan mijn voeten. Ik had echt alles met haar kunnen doen. Ja, maar ik had er opeens geen zin meer in. Hoe bedoel je? Nou, weet je, dat is gewoon magie of zo. Ja. Weet je, vraag maar aan Sonja. Ik moet even met Jan. Jan? Ik heb wat fragmentjes gebruikt van onze gesprekken. Ik neem altijd alles op, hè, wat ik meemaak en zo. Maar je herkent onze stemmen niet, hoor. Het zijn meer flarden. Het is een soort muziek of zo. Vind je toch niet erg, hè? Como eu achei melhor que é natural.
como eu fiquei cada vez mais sentimental. Christine, waarom heb je me niet verteld van Hugo? Dit is een ramp. Wat bedoelt hij met geen magie? Nu even niet, ja? Wanda, heb je het al gehoord van Hugo? We moeten met Bo meegaan naar Portugal en dan maar zien. Jezus, Michelle, jij denkt ook alleen maar aan jezelf. Dit is mijn opening, trut. You were wonderful, Louisa, wonderful. Hij had het trouwens de hele tijd over je. Hij heeft er nog altijd verdriet van. Volgens mij houdt hij nog steeds van je. Ik wil me er niet mee bemoeien. Hoe ben je er dan buiten? Het is afgelopen tussen Felix en mij. Het is uit. Hou maar op met je gestook. Ik ga trouwen met Bo. Dames en heren, mag ik even uw aandacht alsjeblieft? Het gaat beginnen. Wilt u zich hier opstellen alsjeblieft? U ook, wilt u alsjeblieft hier... Heb je Breedy gezien? Nee. Het is Breedy. Spannend, hè? Ik ben echt benieuwd. Ja. Hey, hadden jullie nou Hugo laatst echt op mij afgestuurd? Hugo op jou afgestuurd? Ja. Ik kwam hem tegen en hij probeerde mij te versieren of zoiets. En hij zei dat jullie dat allemaal hadden. Oh, nee. Typisch Hugo is dat. Ja, nee, ik dacht dat was ook een beetje raar. Hey, gaat het wel met je? Kunnen wij niet met jou meegaan naar Portugal? Hè? Vanderson en ik, om je te helpen bij de voorbereiding. Oh, maar dat zou echt geweldig zijn. Nee, echt waar, er is er zoveel te doen. Hartstikke graag. Ja. We zijn nu toch al bijna zussen, dus... My tears. My blood. His sperm. Our tears, liquids of life, my tears streaming, his blood running, our liquids. Wil je er niet over praten? Liquids of life, sweat, blood, tears, sperm, wet, warm, wasted, I swallow, I cry. Drink my tears. Drink my liquids. Liquids. Liquids of life. Liquids. Oh. 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 Denk je ook zo vaak aan de dood? Nou, nu even niet. Papa. Oh. Oh. Muziek! Oh, ja. Nou, heel leuk hoor. Mooi. Ik vind het echt een grote stap vooruit vergeleken met de vorige tentoonstelling. Jij? Ja. Kom, Lizzie. We gaan dansen. Vivo cantar, de sabor igual.
Proost. Proost. Op onze eeuwige vriendschap. Op onze eeuwige vriendschap. Op al onze minnaars. Al onze minnaars. Op nooit meer jaloezie. Nooit meer. Op het hotel. Op 1,9 miljoen. Minus de kosten van de verbouwing. Ja? Ja! Maar toch! Leven het verstandshuwelijk. Hou je wel een beetje in? Het is wel mijn zus, ja? Dat mag toch wel met een verstand, natuurlijk. Ze hebben hem vannacht aan de grens aangehouden met een grote hoeveelheid geld en een voorraad medicijnen. Hoe is dit nou op de Kosovaars? Zeker wel lekker heftig. Hoe moet dit nou? Ik kan hier echt niet blijven. Ik wil naar Paraiso. Ik moet naar Paraiso. Als u nu aangifte doet, dan kunnen we het zonder u ook wel af. Uw man blijft hier? Ja. Maar jij niet. Lieve Hans, veel te vroeg ben je van me weggenomen. 49 jaar, godverdomme. Ja, die is nog geen 55 geworden. Ga je nou ook... Zijn er 20 gasten in het hotel? Ik neem aan van wel. Mail jij straks die tekst nog even naar Annette? Dag. Dag. De coitus interruptus kwam voor velen zo niet alle als verrassing. De controle over de materie is bij debuterend kunstenares Wanda Hofstra kennelijk ver te zoeken. En je kan je afvragen of we na het bloed van Nietzsche en de naden van Tracy Emin nog behoefte hebben aan de vloeistof dia's met overspelig sperma. Als ik kan het schudden. Wat er ook gebeurt, ze krijgen het hotel niet. No way. Maar moet ik haar hoogstpersoonlijk kopje onderduwen in de Atlantische Oceaan? Alle smurfen! Om de hazenpeper nu helemaal compleet te maken, gaan we de saus van de rode wijn in de jus van de hazenpeper... Nee. Iets verdikken. Heb je er spijt van? Nee. Nee, nee. Het is alleen dat... Ik heb liever dat wij... Ik hou niet van mijn lichaam. Ik vind het verwarrend. Ja, je hebt een geweldig lichaam, idioot. Maar goed, hé, we vergeten het. Het was gewoon een tequila. Het zal nooit meer gebeuren, beloof ik. We blijven wel vriendjes. Sorry. Laat je niet op je kop zitten door mijn zussen, hè? Ze zijn monsters. Volgende week, als ook jij hier bij mij in de groenpanel wil, dat kan, bel 0300 34. Thank you.
Promise, kan je dus, hè? Wat is die man daar aan het doen? Er komen kunststofkozijnen in. Kunststof? Ja, dat hout was helemaal weggevreten door het zout, dus we hebben ze moeten vervangen. Het hotel is nog helemaal niet van jullie. Denk je dat anders iemand het wil kopen? Romantiek is leuk, hoor, maar je moet wel een beetje realistisch blijven. Goed gezien. We moeten er gewoon verdrinken. Dat is voor iedereen beter. Ja, laten we moord gaan plegen. Briljant idee. Hou nou toch eens op met dat onderlinge gedoe, Jezus. Gedoe? Jij noemt dat gedoe dat mijn zuster mijn huwelijk ruïneert? Je hebt een carrière geruïneerd. Nadat jij mijn man... Wat houden, nu! Zijn jullie nog boven? We komen eraan. Ga jij maar vast naar beneden. Wat heb je er nou precies verteld? Niks natuurlijk. Gewoon dat we hadden afgesproken. Als jij eens wist wat ik de laatste dagen heb moeten doorstaan... Weet je het van Felix? Hoe kan dat nou? Jij zou dat toch alles vertellen? Weet je het niet van Felix? Nee, zeg ik toch. Nou, dan moeten we dat zo snel mogelijk doen. Dat Nino al jaren het vriendje is van de meest aantrekkelijke en sexy kok van Nederland. Is hij ook? Nou, ik zie het niet hoor. Kom, ze wacht. En ik waarschuw jullie voor de laatste keer echt geen gezeur meer. Ze willen een tweede onderzoek. Ik heb voor je geregeld dat het morgen kan. Waarschijnlijk is het niks, hoor. 90% van de gevallen is het niks. Kom je morgen bij me eten? Huh? Zal ik koken? Neem je Lizzie mee? Ja, leuk. Hey. Kom op, man. Ja, stuur iedereen maar weg. Ik sluit de tent voor de rest van de week. De dokter is ziek. Zal ik maar 3 of 4 etages nemen? Oké. Wat denk jij? 2 is wel genoeg, denk ik. Zeg, Bo. Over wat vrouwen echt willen. Ja, ik zit een beetje vast eigenlijk. Je hebt het recht niet om dit te doen. Oh nee, het is mijn huis. Ja, en dat van Michel, maar ja, die is er nou even niet. Jammer. Weet je wat jouw probleem is? Jij kan je niet uiten, net als Evers. Als het op gevoel aankomt, dan zijn jullie niet thuis. Gevoel? Wat een achterhaalde onzin zeg. Ik heb in mijn praktijk alleen maar mensen die zich voortdurend ononderbroken uiten. En die mensen die eisen van mij, of ik er nou zin in heb of niet, dat ik dag in dag uit vol aandacht naar dat geuit zit te luisteren. Doreen, ik ben op. Daaruit. Daaruit. Ha. En jullie ook. Wegwezen. Jongens. Hoe moet ik nou...
Ik kan nergens naartoe. Ik woon hier. Pap, dat kan je niet maken. Nou, dan mag jij blijven. Hm? Oh, ik ben blij dat jullie er zijn. Ik kan echt even geen alcohol hebben. Ik ben een beetje zenuwachtig, denk ik. Lekker. Wel zwaar. Wat was dat nou? Obrigado. What was this? Colares 95. Mm. Die is goed, die colera's. Colares. Colares. Jezus. Ik voel het wel, zeg. Michel, je moet het nu zeggen. Very good. Ik moet echt even gaan zitten. Het lijkt wel of het 's middags veel harder aankomt. Nou, even niet hoor. Can I have some more colera's? Colares. Colares. Of course. Yes. Do you like colares? Yes, very much. Zeg, Bo. Het is niet dat wij het hier niet gezellig vinden of zo. Maar voordat we verder gaan met... Zeg maar niets meer, ik weet het al. De Colares. Ja? Ze kent de caravansport van voren. En zullen we dan meteen doorgaan met de Vino Verde? Ze hebben 36 soorten. Nee, je moet even wat eten. Je kan niet zonder eten gaan slapen. Ja, straks gaat je jurkje van Dries lubberen, hè? En we moeten nog de hele tafelschikking doen. Precies. Hè? Nee, deze nog wel van appelmoes. Nou, en dan dacht ik, mijn moeder naar Ston, dat is die ambtenaar van de burgerlijke stand, weet je wel. Trouwens, een hele aardige man, hè? En dan dacht ik, jij, Wanda, aan de andere kant van hem. Ja, leuk, Wanda. Misschien is hij niet getrouwd. Oh, ik heb altijd al zussen willen hebben. Ja, ik ben namelijk enig kind en... Ja, dat is af en toe best wel eenzaam eigenlijk. Bo, om je nou allerlei ellende te besparen, kun je het je toch beter nu maar zeggen. Ik vind het helemaal niet leuk om jullie te vertellen. Nino heeft al jaren een relatie met een man. Felix heet hij. Felix Delicious. Die hele knappe sexy televisiekok. Dus. En misschien komen we er wat laat mee, maar aan de andere kant was het ook lullig geweest als je er na 2 maanden achter had moeten komen. Ze hebben heel lang samen gewoond. En 4 jaar. Op Ibiza. Ja. Maar dat weet ik toch al lang? Ik heb toch ook mijn vriendjes? Ja, Nino en ik, wij voelen elkaar zo goed aan. Dat is echt ongelooflijk. Wij zien allebei helemaal niks in de traditionele huwelijk of van die vastgeroeste relaties waarbij mensen elkaar alleen maar in de weg zitten. Als ik dat bij jullie zie, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik durf te wedden dat jij en Jan bijvoorbeeld nooit meer seks hebben, Michel. Kijk, Nino en ik, wij kiezen voor de lol, voor de vrijheid. Hij zijn vriendjes, ik mijn minnaars. En dat wat we samen hebben, onze vriendschap, dat houden we zuiver. Bonsoir. Vous logez à l'hôtel? Oui. Je vais marier son frère. Pas oh, des larmes. Excusez-moi. Je vais vous laisser seul. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Ik wil naar bed. Ik wil slapen. Ik ook. Ik ook. Als het goed is, als het echt goed is koken zoals
de liefde. Wat hij geeft, krijgt hij terug. Het is de zorg in de tijd. Dit is het antwoord op raad van Bo en Nino. Boodschappen naar de piep. Dankjewel. Die er ook terug uit zal komen in de smaak. Dus hij denkt, ik zou er eigenlijk stiekem wel wat willen bij doen. Dan moet je dat gewoon doen. Je moet persoonlijk durven zijn. Ook al staat het niet in het recept. Je moet jezelf volgen. Als het lichaam zegt, mijn smaak is anders, dan is dat zo. Dan moet je dat durven toegeven en gewoon het lichaam niet ontkennen. Want het lichaam ligt niet. Als je denkt, ik zou het anders doen, moet je dat gewoon doen. Je intuïtie volgen. Moet je het gewoon doen. Dat is belangrijk. Koos. Wat we nog kunnen doen is op de geweten spelen. Je vrouw heeft geen geweten. Het ziet toch zo. We moeten gewoon heel aardig tegen haar zijn. En ondertussen laten merken dat we er kapot van zijn. Dat we niet zonder het hotel kunnen. Zo hard kan ze toch niet zijn. Ze vindt ons vast ontzettend treurig. Dat zijn we ook. Ik zou niet eens meer kunnen joggen. Zonde zijn, hè? Goed, morgenochtend tussen 9 en 10 kunt u mij bellen. Goedemiddag. Oh, maar ik, K.
toch? En zei... Was hij niet zo? Heb je het met Sonja gedaan? Heeft ze dat gezegd? Nee. Had ze geschreven. Nee. En we hebben het niet gedaan. Ik ben wel een hele tijd verliefd op haar geweest, maar ik heb dat nooit tegen iemand gezegd. Oh, het is allemaal zo mooi geworden. Dank jullie wel, schoonzusjes. Zonder jullie was nooit gelukt. Ik moet jullie iets vertellen. Ik denk dat ik zwanger ben. Wat leuk, van wie? Van jullie broer. Dorien niet binnenlaten, hè? En Louise ook niet. Geen enkele vrouw. Ja, goed. Goeie. De beste. Ja. Mm. Nelly, wat zeg ik nou? This article about what women really want. And I thought it wasn't sex. But... You know, it's funny how you're so dark and your mother is so blonde. I've loved her for a very long time. She's been loving me. Hey, kom op, man. Ik heb het hem niet durven vertellen. Al die jaren niet. Wie? Felix. Ik moet die operatie doen, anders ga ik eraan kapot. Maar ik wil hem zo verschrikkelijk graag terug. Dan wil ik hem waarschijnlijk niet meer. Als het een beetje een kerel is, dan houdt hij ook van je zoals je nu bent. Maar ik hou niet van mezelf zoals ik nu ben, snap dat dan? Al vanaf dat ik klein was, heb ik me een meisje gevoeld en geen man. Ik haat mezelf. Mijn papa wist het. Mijn vader was de enige die het wist. Hm? Waarom dacht je dat hij zo'n testament had gemaakt? Ja, wat kost zo'n operatie? Veel. Oh, dan zou ik het toch maar doen. Een boer verkopen het hotel en je hebt het geld. Ja, en over die boven hoef je geen zorgen te maken. Ach, die kleden we met de ogen uit. Met dat soort vrouwen hoef je geen medelijden te hebben. Ik weet het niet. Ik trouwen? Ik kan het niet. Luister, Hugo en ik, wij willen dat hotel helemaal niet. Ja, geen crèches, geen cafés, dat is een nachtmerrie. Ik bedoel, je trouwt, zodra je scheidt, dan verkoop je de boel, dan heb je dat geld, toch? Doe het dan voor ons. Omdat jij mijn puberteit hebt verknald. Jezus, dat is 20 jaar geleden. Doe niet zo pathetisch. Jij weet helemaal niet wat er echt aan de hand was.
Papa mocht gewoon niet weten dat ze homo waren. Je werd gewoon gebruikt, Tommy. Felix viel niet eens op je. Hij zou je wel dankbaar geweest zijn. Hè? Toen hij jou had geneukt, wist hij zeker dat hij een nicht was. Ik heb alles gehoord. Je hele ontmaagding in kamer 11. Dat was afschuwelijk. Je zei alleen maar, au, 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 niet doen, niet doen. Au, dan ga je te weg. Nee, niet doen, dan breng ik uit. Terwijl hij het met mij had kunnen doen. Met mij zou het zo mooi geweest zijn. Oh, en daarom neuk jij 20 jaar later mijn Hugo? Hugo neukte mij, hè? Omdat jij zo saai in bed bent. Omdat je nooit eens iets leuks wil. En waarom woont hij dan samen met mij? En niet met jou? En waarom wil hij dan wel een kind van mij en niet van jou? Denk je dat er ooit iemand van jou een kind zal willen? Je kan alleen maar met jezelf. Waar ben je nou? Waarom bel je me niet terug? Ik moet je iets vertellen. Ik moet je iets belangrijks vertellen. Waar zit je nou, godverdomme? Ik hoor hier van alles en ik wil gewoon dat je me even belt. Bel me even terug, alsjeblieft. It's not that I don't love him. But it is just... when we are doing it, I see us doing it and I think he's pretending that he desires me. But he doesn't. And me neither. Oh, Jill, dat spijt me zo. Je comprends pas l'anglais, mais ta voix était très excitante. Kijk-je? Als je toch niks hebt meegemaakt in het leven, dan is het geen kunst om af te geven op anderen als mislukkingen. Ik geef helemaal nergens op af. Ik ben zwanger van je broer. En je broer is verliefd op Felix Delicious. Nou, je kan hem nog weg laten halen, hoor. We kunnen iedereen nog afbellen. Het is niet leuk, maar het kan wel. Zodat jullie het hotel kunnen inpikken, bedoel je zeker? Ik haal helemaal niks weg. Ik ga gewoon trouwen met Nino volgens afspraak. En met het geld van het hotel voel ik mijn kind wel alleen op. Ja, ik wacht. U bedoelt... ja, negatief betekent dat het goed is. Ja. Ja, ja, dank u wel. Goedemorgen. Was geen levensgenieter. Nee, zo streng, zo vastgeroest. Hij leed er zelf ook onder. Maar ja, ik had natuurlijk ook maar één leven. Hè? En ik geloof niet in zelfopoffering. Jij? Ik dacht, kind, wat zie je er beeldschoon uit. En wat heb je het allemaal perfect geregeld. Dank u wel. Dag meisjes. Hallo. Nou, een beetje vrolijker mag ook wel, hè? Dag man. Jezus, kind, wat zie je eruit. Wat heb je uitgevoerd? Ik kwam erachter dat Felix niet is uitgenodigd. Heb ik me even recht gezet.
Waar is hij? Zal ik... Je moeder heeft vannacht amper geslapen. Ik ben zo zenuwachtig. Hey, liefje. Jouw ontstaan. Een stuk is een kraag gezopen. Gisterenavond was het vrijgezellig. Roei van Loon, vader van de bruid. Ja, dat wil ik ook. Ja, daar gaan ze. Dat mag straks, pas hoor. Mooi, hè? Dat kantje boord. Ik ben aan de dood ontsnapt. Nee, echt, echt. Jan. Mm-hmm. Ik ben vannacht vreemd gegaan. Hier? Ja, het was te verwachten. Dat moet je niet zeggen. Wil je nou van mij scheiden? Dames en heren, welkom in deze, ik mag wel zeggen, unieke trouwzaal hier in dit prachtige plaatsje aan de Portugese kust. Nou, ik kan u verzekeren dat mijn collega's bijzonder jaloers op mij waren dat ik vandaag ben afgereisd naar Portugal. Ik heb moeten beloven een emmertje zand voor ze mee te brengen. Bo en Nino hebben mij verzocht niet uit te wijden over hun beide achtergrond. Ik vind dat ergens wel jammer, want... We hebben erg goede gesprekken gevoerd. Waarbij mij vooral is opgevallen dat waar Nino de wat zwaarmoedige van de twee is... Bo toch vooral de bright side of life probeert te zien. Zo associeerde Bo bijvoorbeeld het woord moeder met liefde. Waar Nino bij datzelfde woord aan bleekmiddel moest denken. Iets wat ik vandaag pas heb begrepen trouwens. Kortom, een stel wat elkaar perfect in balans houdt, denk ik. Zijn zussen hebben daar nog wel even aan getwijfeld... Maar Bo en Nino hebben mij al snel doen inzien dat het hier om, ja, ware liefde gaat. Nou ja, goed, ik mag er verder niks meer over zeggen, dus ik stel voor dat we overgaan tot het officiële gedeelte van de plechtigheid. En ik wil daarom het bruidspaar verzoeken te gaan staan. Bo Geertruida van Loon, geboren 13 januari 1974 te Coevorden... neemt u tot wettige echtgenote Nino Hofstra, geboren te Amstelveen, 28 februari 1968. In voor- en tegenspoed, in gezondheid en ziekte, tot de dood u scheidt. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Nino Hofstra, neemt u tot wettige echtgenote Bo Geertruida van Loon... Felix. Nino. Nino. Nino Hofstra, neemt u tot wettig echtgenote Bo Geertruida van Loon... in voor- en tegenspoed, in gezondheid en ziekte tot de dood uw scheidt. Wat is daarop uw antwoord?
Nee. Kan het niet. Nou, Op ons! Woehoe! Op Paraíso! En op mama! Oh, ik had het niet van haar verwacht. Nee. Hier. Het hotel is en blijft van ons. Salut! Bol, doe open. Liefert! Bol, Bol, doe open. Liefert, doe nou alsjeblieft open! Nee! Schat, je gaat toch geen domme dingen doen, hè? Bo, wil je alsjeblieft de deur open doen? Ik moet met je praten. Alsjeblieft. Geen geheimen, weet je nog? Vriendjes zouden wij zijn. Je hebt me gewoon ordinair voorgelogen. Je hebt me gewoon gebruikt. Lul. Ga toch naar die Felix van je. Die kan vast ook veel beter pijpen. En hij is nog beroemd ook. Ik krijg een kind van je. Ik word een alleenstaande moeder. Terug bijstandsmoeder. Bo, je hebt gelijk. Ik ben een lafaard en ik ben een slappeling. En het spijt me. Het spijt me dat ik het zo ver heb laten komen. Ik had het jou veel eerder moeten zeggen, maar ik kon het niet. Ik kan het nog steeds niet. Van Wanda, toen dacht ik meteen, hier zit iets helemaal niet goed. Hier moet even wat gebeuren. Ik vind altijd, als het om de liefde gaat, moet je je verstand gebruiken. Jij houdt van Nino, Nino houdt van jou. Toch? Stelletje egoïstische krengen, altijd geweest. Felix, dit is Bo. Bo, dit is Felix. Ik moet er niet aan denken, zeg. Oh, nu al gek van die zee. En Lizzie elke dag lesgeven. We moeten iets doen. We moeten echt iets doen. Zeg ik bijvoorbeeld bruiloft, dan zeg jij kettingzaag. Of fragmentatiebom. Of massagraf. Niet leuk. Ton. Luister. Een huwelijk is nieuw. Toch? Dus, kijk. Stel nou dat je...
Ja. Jullie hadden het weer zo druk met jezelf dat wij maar naar jullie zijn gekomen. His mind and nothing else. He changed the world, but a gift in his hand. If she is bad, he can see it. She can do no wrong. Put his back on his best friend. He's a hero who died. When a man loves a woman, he'll spend his very last dime. Try to hold on to what he needs. He'd give up all his comfort and sleep out in the rain. If she says that's the way. Sorry. Is nou allemaal echt afgelopen tussen ons? Well, this man loves you more. Klinkt zo, hè? I gave you everything I had. Try to hold on to your hapless love. Oh, baby, please don't take me so far. Look at where you're standing, who you are, and all our moments, good and bad, forever in my head. Wish we could go back just once and laugh at things we said. It's been wonderful and crazy knowing you, and I hope that I can always see the teenage girl in you, and I know that you'll be fine, but I'll be there every time you need someone to say hi to later. Jerk who doesn't even know you're there. Deep down I just knew that you would find someone who's real, doesn't claim to know exactly everything you feel. It's been a wonderful and crazy girl in you, and I know that you'll be fine, but I'll be there every time you need someone to say hi to late at night.
this not knowing anything of what could lie ahead. But mostly now I'm grateful that you're where you want to be. Not quite here and not quite there, but somewhere in between.